industrie zelf doet steeds meer een beroep op de ervaringsdeskundigheid van cliënten. Ex-cliënten worden bijvoorbeeld ingezet als hulpverlener op afdelingen. Of cliënten trainen medewerkers op het gebied van bejegening. De kennis van ervaringsdeskundigen wordt gezien als een specialisme. En de inzet van ex-cliënten in de zorg zorgt ook voor het doorbreken van stigma's. Niet iedere cliënt of ex-cliënt is een ervaringsdeskundige. Daar bestaan nog wel eens spraakverwarring over. Spraakverwarming, zeg. Nee, ik bedoel de spraakverwarring. Een ervaringsdeskundige is een cliënt of een ex-cliënt die... En dan er is een rijtje, en dat zal ik eens voorlezen, want dat is heel erg belangrijk. Zelf ervaring heeft als cliënt van de GGZ. De eigen ervaring in redelijke mate heeft verwerkt. Dat in het dagelijks leven weet te hanteren. Ervaringen van andere cliënten begrijpt. Een visie heeft ontwikkeld over verbetering van de positie van de cliënt in de hulpverlening en in de maatschappij. In staat is met gevoel voor de invloed van aspecten als leeftijd, seks, cultuur en dergelijke, de eigen ervaringen en deskundigen in te zetten voor anderen. Trimran geeft cliënten die dat willen en kunnen de ruimte om zich te ontwikkelen tot ervaringsdeskundige. En in het volgende stukje vertelt Petra over de cursus Herstel doe je zelf. Deze cursus, gegeven door ervaringsdeskundigen aan cliënten. De cursus bestaat landelijk en al een aantal jaren en levert volgens erkend onderzoek een wezenlijke bijdrage aan het herstel van mensen. Dus dat is zeer, zeer belangrijk en hoe dat gaat. Nou, kijk en luister naar Petra. Nou, mijn naam is Petra. Oké. En jij hebt zelf de cursus Herstellen Doe Jezelf gedaan? Ja, ik ben in april ben ik de cursus Herstellen Doe Jezelf gaan doen. Okay. En natuurlijk ook voor mijn eigen herstel, maar ook met als doel om trainer te worden en de cursus in de toekomst zelf te gaan geven. Maar wat ook wel heel erg belangrijk is, is dat je ook je wel heel erg realiseert van je bent geen depressie, je hebt een depressie. Of je bent geen borderline, je hebt kenmerken van borderline. En eigenlijk omdat je dat een cursus van voor- en door ervaringsdeskundigen, kun je daar ook heel open in zijn, ook naar de cursisten. En kun je elkaar gewoon op een hele prettige manier feedback geven. Het zijn 14 bijeenkomsten in totaal. Mm-hmm. Het begint met dat je een kennismakingsgesprek hebt met een van de trainers of met beide. Waarin gewoon eens gekeken wordt van, nou, wie ben je eigenlijk? Mm-hmm. Dan zijn er 12 thema's die je doorwerkt met elkaar. En in de 12e bijeenkomst dan is er een evaluatie. Mm-hmm. En een onderdeel daarvan is dat iedereen een collage gemaakt heeft. Een collage bestaat uit twee delen. Yeah. Eén deel van waar je op dit moment staat. De andere helft bestaat uit een collage van waar je naartoe zou willen. Wat voor jou, wat jouw doel eigenlijk is. En dan aan het eind krijg je een deelnamecertificaat. Oké. Okay. Is de voorkeur stellen voor jezelf? Die kun je bij Trimran ophalen of aanvragen. Ja. Er staat in wat het doel van de cursus is en wat je er leert. Van ieder iets zijn twee mappen, hè? Eentje met folders en eentje met krantknipsels. Ja, achtergrondinformatie. Schizofrenie, bijvoorbeeld. Kijk, dan heb je hier de folders. En dan als je dan zegt van, nou, ik wil eens kijken wat van achtergrondinformatie. Kijk, de map is al een stuk dikker. En is er altijd iemand die... Er is altijd iemand die je wel even kan helpen. Het zeg maar speciale uren voor de informatie zijn dinsdagmorgen van 10 tot 2 en donderdagmorgen van 10 tot 2. En heeft u een e-mailadres van mij? Ja, zeker. Die folder van Trimran. En daar staan de openingstijden in, de telefoon, de e-mailadres, de website. Hoop u nog een keer te zien. Oké. Okay. Ja? Ja, Okay. Tot ziens. Nou, wat ik wel kan doen is, als je er belangstelling voor hebt, je kunt je ook inschrijven als lid van Trimran.
Trimaran is in maart 2005 gestart als platform voor belangenbehartiging voor de geestelijke gezondheidszorg. Inmiddels zijn we 4 jaar verder en heeft de organisatie zich ontwikkeld tot het aanspreekpunt voor gemeenten, zorgaanbieders en overheden en overige externe partijen. Vanuit die veroverde positie wordt ook samengewerkt met zorgaanbieders en welzijnsorganisaties. Dit alles om de positie van GGZ-cliënten te verbeteren. Belangenbehartigen van cliënten wordt uiteraard gedaan door mensen die zelf cliënt zijn of zijn geweest of door een familielid van een cliënt. 2 jaar geleden is de wet maatschappelijke ondersteuning, de WMO, geleidelijk aan ingevoerd. Kort gezegd houdt deze wet in dat gemeenten er verantwoordelijk voor zijn dat alle burgers kunnen deelnemen aan de samenleving. De gemeente wil ook goed geïnformeerd worden over de behoeften die cliënten van de GGZ hebben om deel te kunnen nemen aan die maatschappij. De meeste gemeenten kiezen daarom voor een WMO-adviesraad. Dit is een groep mensen die allen een bepaalde doelgroep vertegenwoordigen. In Twente hebben bijna alle gemeenten 1 of 2 vertegenwoordigers van de GGZ in hun WMO-adviesraden. Ongeveer 1 keer per maand komen al deze vertegenwoordigers met Trimaran bij elkaar voor afstemming en uitwisseling van ervaringen. Gezamenlijk vormen zij de GGZ-clustergroep Twente. Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk verschillende doelgroepen uit de geestelijke gezondheidszorg in deze groep op te nemen, zodat er een brede achterban vertegenwoordigd is. Momenteel wordt er ook gewerkt aan het per gemeente organiseren van een klankbordgroep GGZ. En als ik dit invul, dan kom ik in een soort mailinglijst of zo en dan sturen jullie mij... Klopt, ja. Dan kom je in een adresbestand en dan krijg je een nieuwsbrief. Je wordt uitgenodigd voor de activiteiten die er zijn, voor vergaderingen. Oké.